Nederland. Wat fijn dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Nieuw Amsterdam. Mijn naam is Jennifer Munslag en vandaag mag ik weer van alles aan fantastische Amsterdammers vragen. Wat gebeurt er allemaal op Amsterdams gebied? Kunst, cultuur, wetenschap, bouw, the whole shebang. Ik heb weer hele gezellige makers, denkers bij mij aan tafel. Fotografen die gaan vertellen hoe je hun werk bijvoorbeeld in huis kan halen. De Urban Spart Zone in Zeeburger Eiland ga ik mee praten zometeen. Lucas de Man die is er gezellig bij via de Zoom. Want op 5 mei presenteren wij samen gezellig een programma. Gaat hij allemaal meer over vertellen. Het heeft allemaal te maken met dit fantastische blikkie soep. En we krijgen een preview van een fantastische musical die eraan komt, genaamd Bims, part 1. Heel veel fijns, jullie zijn erbij, ik ben erbij. Ik zeg, laten we beginnen. Yes, maar we gaan beginnen bij Zeeburger Eiland. Want vorig jaar werd er midden in corona het allergrootste, meest fantastische, ambitieuze skatepark in Nederland geopend. Wil ik natuurlijk het fijne van weten en dat kan. Want ik heb aan tafel zitten onder andere Stan Postmus. Hi Stan. Hey. Hoe gaat ie? Ja, lekker. Ja, hè? Ja, ik ben blij dat je erbij bent. Want jij bent onder andere eigenaar van Concrete Matters. Jij hebt een hele goede vinger in de pap in het skatepark wat er is gekomen. Ik heb er wel wat mee te maken gehad. Ja, en daar ga je ons het fijn over vertellen. Maar tegenover jou zit Iris van der Helm. Hoi Iris. Hi Jim. Wat leuk dat jij ook erbij bent. Dankjewel. Jij hebt ook te maken met dat park. Want jij bent senior ontwerper openbare ruimte / landschapontwerper ruimte en duurzaamheid bij de gemeente Amsterdam. Een mond vol. Ja, een mond vol, ja. Is het ook zo'n taak waarmee je je handen ontzettend vol hebt? Ja, lekker schetsen, tekenen nog. Mm-hmm. Lekker ouderwets soms. Heerlijk. Dus ja, niet heerlijk. Echt pen en papier? Of is het vooral heel veel online met zo'n dingetje? Het is natuurlijk wel. Ik ben wel ambtenaar, hè, dus het is ook veel vergaderen. Oh. Ja, helaas. Maar helaas. Er komt ook veel schetsen en tekenen bij. En ontwerpen. Juist, want superleuk. Ontwerpen. En ik heb trouwens in de Zoom heb ik ook iemand zitten die er mee gaat praten. Jeroen van Dalen, die is gebiedsmakelaar Zeeburger Eiland. Hallo Jeroen. Ben je er? Hij is er. Ik haal je er zo meteen bij. Ik ga eerst even gezellig met de tafel kletsen. Het komt helemaal goed, want ja, wij gaan even bij jou. Ontwerpen, schetsen, everything. Zeeburger Eiland. Het is nog niet helemaal af, volgens mij. Nee, klopt. Maar er is wel al een heel groot deel gaande. Waar zitten we nu in dat proces van het eiland? De Sportheldenbuurt, waar de skatebaan ligt, die is nagenoeg af. Mm-hmm. De laatste woningen worden dit jaar nog opgeleverd. Okay. Hij is al een tijd bewoond. Er zijn al best wel wat woningen bewoond. De Theo Komenbuurt, dat is een ontzettend mooie buurt. Autovrije buurt. Die is al helemaal af en helemaal groen en begroeid. Nice. Ik ben ondertussen alweer bezig met de volgende buurt. Dat is de Sluisbuurt. Mm-hmm. Die komt ten westen van de Sportheldenbuurt. Ja, ja, die zijn ook al bij ons. Is er ook een gesprekje geweest over de Sluisbuurt? Dat was volgens mij heel mooi. Leuk. En daaronder aan de zuidzijde komt de Baaibuurt nog. En ik ben nu bezig met het definitief ontwerp voor de openbare ruimte van de bedrijvenstrook. Die ligt ten oosten van de Sportheldenbuurt. Oké. Okay. Dus je hebt genoeg te doen. Genoeg te doen nog. En is dat dan op het eiland? Als je het hebt over dat stukje, dat eiland, dat is een idee. Jullie gingen heel veel schetsen. En die buurt die nu af is, hè? Hoe voelt dat voor jou? Is dat een beetje net zoals die droom die je toen had geschetst? Kindje, hè? Ja. Ja, absoluut. Zo voelt het wel. En helemaal dit, die skatebaan natuurlijk. En de hele urban sportzone, die straks. Want dit is slechts een onderdeel van de hele zone die daar komt. Die mensen moeten aanmoedigen om te bewegen en te gaan sporten. Dat is natuurlijk een te gekke plek. Helemaal in het centrum van de Sportheldenbuurt. Ja, want inderdaad, we hebben het over de Urban Sport Zone. Die is, nou ja, de skatebaan, is dat het hartje ervan? Mag ik het zo noemen? Omdat het er al is? Nu nog wel, in ieder geval. Ik denk ook wel dat die dat blijft, ja. De meest populaire plek. Nice. En het ligt er al, maar er komt meer. Er komt meer. Er komen, ten oosten van de skatebaan komen straks nog allerlei openbaar toegankelijke sportvelden. Mm-hmm. Hockey, voetbal, padel. Dat is een soort combinatie tussen tennis en squash. Heel leuk ook, met hele kleine rekketjes.
Niet echt. Tennis en squash, de combination in between. Ontzettend leuk. Okay. En een slagveld, een slagkooi komt er. En, oh, hier zie je een plaatje ervan. Oh, nice. Ja. En dat is allemaal openbaar toegankelijk. Dus het kost helemaal niks. Dus je hoeft niet per se lid te zijn dan van een sportvereniging. Nee. This is for everybody. Is voor iedereen. Love it. Ja. Nou, dan ga ik naar jou. Heb jij hiervoor gezorgd? Stam? Een gedeelte geval. Ik ben zelf een skateboarder. Mm-hmm. En ik heb jaar geleden heb ik het plan gevat. Ik wil de Amsterdamse gemeenteraad laten inzien wat voor een impact een groot ambitieus skatepark kan maken. Want dat was er nog niet. Nee. Dus heb ik jaren geleden heb ik ingesproken. Had ik natuurlijk een beetje voorbereid. En de skaters zaten ook niet stil. We hebben zelf een skatepark gebouwd om eigenlijk tegen Amsterdam te zeggen... zo van, hey, als jullie niet een vet skatepark bouwen, dan doen we het zelf wel, weet je. Ja. En in 2013 is dat traject eigenlijk begonnen. Toen gingen we op zoek naar een locatie. En vroeg of laat kruisten de wegen van Iris en ons. En toen zijn we om tafel gegaan om tot een ontwerp te komen. En dat ontwerp, dat was dat je zegt, oh, wauw, mooie droom. Maar dat ligt er nu echt. Of leek het er een beetje op? Is die nog groter geworden, kleiner? Nou ja, het ding met dromen die werkelijkheid worden. Het pakt altijd anders uit dan je het had voorzien. Absoluut. Maar ik kan nauwelijks geloven wat er nu ligt. En het is wat dat betreft echt fantastisch. Maar je zag net een plaatje voorbij komen van een aantal van die schetsen die we hebben zitten maken. Vrij letterlijk. We hebben ook zitten knippen en plakken. En echt, weet je wel, om maar tot een soort van idee te komen. Mm-hmm. En dat voortraject, dat is heel zorgvuldig gedaan. Waarbij ook een hele hoop gebruikers om tafel zijn gevraagd. 3 keer aan toe zijn we echt met skaters, BMX'ers, inline skaters en bewoners om tafel gegaan. Zo van, joh, hoe kunnen we dit nou zo succesvol mogelijk maken? En... ja, I think we nailed it. Ja, want jullie hebben... maar het klinkt dus inderdaad... je bent gaan praten met de gebruikers, met de experts... de mensen die snappen hoe of wat. Want jij hebt, jij bent eigenaar van Concrete Matters. Mm-hmm. Ik vroeg het net al. Volgens mij heb jij dus als skater hart en nieren... je doet dit al jaren. Snap jij gewoon wat je wilt hebben als ondergrond? Wat het beste werkt? Is daar uit dat bedrijf begonnen? Ja, dat klopt. Ik heb... van mijn hobby mijn werk weten te maken. Maar daarbij moet ik ook wel zeggen dat skateboarden, BMX'en, inline skaten, dat zijn heel diverse culturen. Mm-hmm. Hè? Dus er is niet één recept voor succes. Nee. Maar wat ik zag dat er in Nederland eigenlijk nog ontbrak, was een ambitieus skatepark zoals wat we hier nu zien. En dat project heb ik proberen van de grond te tillen. En dat is dus gelukt. En dat is gelukt. Mic drop, pam. Vorig jaar, in juni 2020... ging hij open, het allergrootste skatepark in Nederland. True. Zeeburg Eiland. Hoe trots waren jullie toen het eindelijk zo ver was? Want het was ook nog eens midden in corona. Ja, dat was wel even een naadje. Maar dat was niet anders. En kijk, het skatepark moest en zou open. Want je hield de mensen er ook niet van vandaan. Nee. Dus hekken werden opengemaakt. En het is ook niet zo raar. Je bouwt natuurlijk een prachtige voorziening. En dan zet je de hekken omheen, want het mocht nog niet open. Dus daar stond wel enige druk achter. Maar we hebben elkaar nog gezien die dag. Het was heel feestelijk. En groot succes. En hoe was het voor jou om deze samenwerking zo tot stand te brengen? Ja, ontzettend leuk. Ja, Stan kwam eigenlijk right time, right moment. Wij hadden 3 braakliggende velden liggen in ons stedenbouwkundig plan... waar we nog geen bestemming voor hadden. Tenminste, de bestemming sport zat erop. En toen kwam Stan aan. Wij waren ook net bezig met het programma Gezonde Stad. Mm-hmm. Daarmee probeert de gemeente bewegen eigenlijk... onderdeel te maken van het dagelijks leven van mensen. Dus dit paste perfect in het plaatje, zeg maar, op de locatie van 1 voetbalveld. Ja. Ja. Het was ook echt ontzettend leuk dat we die participaties hebben gedaan. Niet alleen met toekomstige gebruikers, maar ook met toekomstige bewoners van het eiland. Mm-hmm. En die waren ook vanaf het begin af aan meteen enorm enthousiast... Wel een paar voorwaarden hadden ze, maar die zijn eigenlijk ook ontzettend leuk uitgepakt. Ja. Ze zeiden van, het moet niet een plek worden waar alleen maar geskate wordt. En wij willen er zelf ook wat aan hebben. Mensen dat je ook gaat skaten, zitten, kijken, genieten. Er moet ook wat voor kleine kinderen te doen zijn. Voor oudere mensen moet er wat te doen zijn. Nou, dat is eigenlijk volgens mij allemaal gelukt. Ik heb zelfs wel eens daar een oud vrouwtje ontmoet... die in een verzorgingstehuis zit in Nieuw-West. Mm-hmm. En die zegt, ik ga
elke week naar de skatebaan is het uitje van de week. Serieus. Ja, maar dat is toch nice? Ik ga niet achter de geraniums zitten. Oh, wow. Ik ga hier zitten en de jongens zijn allemaal zo aardig voor me. En ze komen met energy drankjes naar me toe. En echt zo leuk. Dus het is een hele inclusieve plek geworden. Ja, waar iedereen heel veel elkaar verbinding samen. Plekken elkaar ontmoeten, zeg maar. Over de plekken, verschillende werelden, verschillende mensen. Ja. En van het schetsen ga je door, het staat er. Maar er moet nog meer gebeuren. En dan komt Jeroen bij kijken als het goed is. Toch, Jeroen? Dat heb je helemaal goed, dat klopt. Want wat is jouw rol precies als gebiedsmakelaar voor Zeeburgereiland? Ja, nou, dat is natuurlijk altijd de vraag die ik als eerste krijg. Wat is nou precies een gebiedsmakelaar? Ja. En dat snap ik wel, want het spreekt nogal tot de verbeelding. Ik krijg regelmatig de vraag of ik namens de gemeente onroerend goed verkoop. Maar geen zins. En als gebiedsmakelaar ben ik eigenlijk een eerste aanspreekpunt voor bewoners bij allerlei zaken die spelen in de buurt. En daarnaast probeer ik hen ook in de gelegenheid te stellen en te ondersteunen, actief zelf bij te dragen aan sociale samenhang en leefbaarheid in hun buurt. Dus bijvoorbeeld bij bewonersinitiatieven. Maar misschien wel het belangrijkste, ik zie mezelf echt als een soort verbindingsofficier in jargon tussen de gemeente en tussen de bewoners. Voor de gemeente ben ik de ingang naar de bewoners en voor de bewoners ben ik de ingang naar de gemeente. Okay. Ik probeer eigenlijk altijd de belangen van de bewoners ook gewoon te vertegenwoordigen binnen de gemeente. En dat heb je dan hier ook met dit park gedaan, met het skatepark? Ik doe mijn best om dat zo goed mogelijk te doen. En heb je dan tot nu toe, gaat dat goed? Hoor je goede geluiden van beide kanten die door worden gegeven of moeten worden gegeven? Ja, overwegend zijn de geluiden over het algemeen wel echt goed. Bewoners zijn blij met het skatepark, met het park eromheen. En natuurlijk de sportvelden die ook nog gaan komen. Dus ik heb in het voortraject dat het eigenlijk geopend werd, heb ik eigenlijk ook met bewoners en met urban sporters heb ik avonden georganiseerd om ook dat gesprek met elkaar aan te gaan van hey, hoe kunnen we hier met elkaar een succes van maken? Mm-hmm. En welke voorwaarden hebben wij eraan? En dat heeft wel enorm geholpen. Tuurlijk, er zijn altijd wel wat verbeterpunten. Maar dingen gaan wel overwegend toch gewoon wel goed in mijn beleving. Alright, snel, dan gaat hij tot nu toe. Want hè, nogmaals, inderdaad, je droom verwezenlijken, daar komt van alles bij kijken. Mm-hmm. Maar voor jou is dit wel dat je zegt, ja, dit is wel een cherry on top in ieder geval al. Ja, absoluut. Ik zou er graag nog veel meer willen skaten dan ik nu doe. Mm-hmm. Maar ik heb het gelukkig ook heel druk. Dus, en ik heb daarnaast twee hele lieve kinderen en een vrouw. Dus weet je wel, je hebt genoeg allemaal, om je bezig te houden. Het is niet meer alsof ik 12 ben. Mijn enige zorg in de wereld het skateboarden is. Maar daarnaast zit Amsterdam ook niet stil. We moesten wel van ver komen. Want Amsterdamse molens malen nu eenmaal wat trager. Maar we zijn echt... Is dat zo? Hey, bedankt. Sorry, niet als commentaar bedoeld. Maar laat ik dan zeggen dat Amsterdam nog wel wat had in te halen... in vergelijking met andere steden. Maar mijn perspectief is eigenlijk altijd internationaal geweest. Want ik denk dat Amsterdam bijna een merk is. Als ik in het buitenland kom en ik zeg dat ik uit Amsterdam kom... dan hebben mensen meteen allerlei verhalen. Ja. En ik denk dat hier ook een hele hoop verhalen vandaan zullen komen... en een hoop herinneringen zullen worden gemaakt. En ik denk dat gemeente Amsterdam het succes ook ziet en erkent... want er zijn al plannen voor weer andere voorzieningen... ook om de druk op deze voorziening een beetje weg te nemen. Want het is soms zo druk dat ik als oude skater van 45 denk... van nou weet je, ik kom wel op een ander moment terug... want ik kan hier bijna mijn draai niet vinden. Ja. Zeg je hiermee dat er dus misschien plannen liggen voor nog een skatepark? Misschien niet zo groot, maar wel... Ja, plannen heb ik wel, maar het moet ook nog allemaal uitgewerkt worden. Dus dat, maar dat, ja... Iris, de tijd zal het leren. Mm-hmm. Something happening? Ik hoor het. Nou ja, het kan. Tijd zal het leren, inderdaad. Ja, wat ik al zei, Amsterdam laat het niet bij dit ene initiatief. Er zijn voorzieningen die bijvoorbeeld opgeknapt moeten worden. Mm. En er is ook recent is er een sportnorm aangenomen... waarin feitelijk staat dat als er een huis gebouwd wordt... dat daar dan ook een aantal vierkante meters aan openbare sportvoorzieningen voor moet terugkomen. Ja. Want ja, mensen willen niet alleen maar binnenshuis leven. Nee. Die zullen ook naar buiten moeten. En we willen allemaal gezond oud worden. Dus bewegen in de openbare ruimte hoort daar gewoon bij. Ja, ik denk dat dit een heel goed idee is. En maar je zegt het is een groot park. Er komen mensen uit verschillende delen van Amsterdam hier naartoe. Waarom, hè, als mensen nu kijken, waarom zouden mensen daar sowieso in ieder geval één keer naartoe moeten? View. Ik denk omdat het een hele inclusieve plek is die heel erg verbindt. Je komt daar, waar we het net al over hadden, verschillende mensen tegen, oud, jong.
Die naar school gaan, mensen die al werken, van alles. Dus het is ontzettend een leuke plek om mensen te ontmoeten. Dus doe dat. Niet saai zijn, maar ga gewoon die ontmoeting aan. Jeroen, kunnen we jou daar tegenkomen en dan meteen feedback geven? Nou, ik denk dat dit er ook nog bij mag. Ja, zeer zeker wel, hoor. Ja? Vet. All right. Nou, ik ga jullie ontzettend bedanken. En hopelijk... waar kan ik in de gaten houden of er nog meer komt? Want ik denk dat we gewoon bij jou moeten zijn. Je hebt goede ideeën en die worden uitgewerkt. Nou, gemeente Amsterdam viert zijn succes ook graag. Mm-hmm. Ik weet dat er een hele mooie nieuwe baan onder de Amsterdamse brug in Amsterdam-Oost zal worden gerealiseerd. Iets later deze zomer. Mm-hmm. En zo zijn er nog meer initiatieven. Via skatemates.nl kan je allerlei informatie over skateboarden, BMX en inlineskaten in Amsterdam volgen. En trek je skates aan, spring op een BMX-fiets of pak je skateboard en ga erop uit. Want ja. Amsterdam is een mooie stad en die wordt elke dag mooier. Wordt elke dag mooier. En voor de mensen die denken, ja, maar het is een hypeje, dit gebeurt al jaren. En ja. Nu is het nog steeds bewijs van, hè, deze plek was nodig. Maar op meerdere plekken komt er meer, is er meer, ga het ondervinden. Toch? Gaat het zien, vooral. En gaat het zien, gaat het beleven. Ga er op een bankje zitten en kijk wie je daar tegenkomt. Dank jullie wel. Ja, bedankt. Dank yes. Graag gedaan, graag gedaan. Gezond sporten, lekker gaan. Over gezond gesproken, volgens mij ga ik nu naar de Zoom. Want daar heb ik Lucas de Man. En wij gaan volgende week heel gezond hier soep eten en een bevrijdingsmaaltijd hebben. Laten we intunen bij Lucas. Hey, dag Jennifer, hoe gaat ie? Ik ga bouwen eerst, Lucas. Yes. Wat zeg je? Kijk, ik ging eerst even bouwen zo. Ik zag het, ja. Al onze soepblikjes staan er al. Goed, hè? Heel goed. Hoe gaat het met jou, Lucas? Lucas de Man. De man met een hele toffe achternaam, namelijk Lucas. Hij is de man, die man. Jij bent onder andere oprichter van Stichting Nieuwe Helden, theatermaker, presentator, superscherpe, fantastische guy. En ik mag volgende week samen met jou bevrijdingsfestival hier in de studio mogen wij dat gaan vieren. Wat gaat er gebeuren? Ja, al de tweede keer. Nou, het is omdat het natuurlijk door corona zijn er geen bevrijdingsfestivals buiten met allemaal mensen die vieren dat er vrijheid is al zoveel jaar. Mm-hmm. En vrijheid moet blijven. Ik denk dat we dat soms vergeten, dat dat niet evident is. Dus heeft Pakhuis de Zwijger samen met de 4-5 mei-comité, Parool, AT5 en nog 1000 sponsors en partners besloten, wij gaan niet opgeven, wij gaan gewoon vieren. Wij doen een bevrijdingsfestival online, op ATV, op Parool, op YouTube enzovoort. Wij zoeken de twee beste presentatoren ever daarvoor. Mm-hmm. Die konden niet, dus toen kwamen wij. En we zorgen dat we een hele rij aan leuke artiesten, mooie artiesten, goede sprekers. Dus het wordt inhoud meets muziek meets koken. Mm-hmm. Want, en dat is wel heel leuk, Yvette van Boven en Judith Cyrus, die twee superberoemde koks, mm-hmm. Maken dus live soep. Die soep die jij daar in blikken hebt. Ja. Die blikken worden over de hele stad verdeeld. Overal gaan, in heel Amsterdam, maar volgens mij zelfs in heel Nederland, waar voor ons dan heel Amsterdam mensen mee soep koken. Ja. En van 5 tot 8 op bevrijding gaan wij en koken, en nadenken over vrijheid, en muziek, en poetry, en zelfs af en toe een klein beetje humor. Klein beetje. Nou, ik vind het helemaal fantastisch klinken. Is er iets waar jij het meest naar uitkijkt, stiekem? Ja, waar ik heel erg naar uitkijk is ik mag voor deze keer samenwerken met Jennifer Munslag. Zij is dus een hele coole presentatrice. Hele sprankelende persoonlijkheid. En ik moet dus 3 uur live televisie met haar maken. Ik kijk daar enorm naar uit. Ja, ik zal... Ik zou het ook zo... Ik zou het ook zo zien. Ik zou ook denken, jeetje, daar wil ik heel graag naar zitten. Lucas, waarom doe je dit? Nee, tof, maar dat wordt heel leuk. En even kijken. Als je de mensen die nu kijken, hè, zijn denken, ja. Oh ja, het klinkt leuk. Lucas, klinkt gezellig. Jen, fantastisch. Maar ze hebben nog 1 reden nodig om te kijken. Waarom moeten ze kijken? Nou, kijk, het belangrijkste is, het is gewoon hoe vaak krijg je nog een combinatie van inhoud, van muziek, van entertainment, van Vlaams, Nederlands, alle culturen door elkaar, gewoon 3 uur lang. Dat gebeurt bijna nooit meer, weet je wel? In de zin van gewoon nooit meer. En ik denk, en dat meen ik echt even zonder gekheid, dat Bevrijdingsdag
is niet alleen maar over de oorlog van vroeger, van je grootouders of overgrootouders praten. Mm-hmm. Volgens mij gaat vrijheid in deze tijd van corona over nu. Hè? Dus wanneer mag je eigenlijk zijn? Ja. En het is een super moeilijke tijd geweest voor heel veel mensen. En volgens mij, als ik de line-up zie van sprekers, muzikanten, denkers, poets enzovoort, zijn dat allemaal mensen die eigenlijk mensen een soort mentale zuurstof gaan geven om die laatste restjes corona nog aan te kunnen, waar daarna dat we weer vrolijk vrij in het park kunnen vrijen. Ja. En vrij zijn. Dankjewel, Lucas. Ik kijk er ontzettend naar uit om gezellig volgende week met jou deze fantastisch 3 uur durende show te maken. Zij kunnen vanaf woensdag 5 mei, vanaf 5 uur gaan wij tot 8 uur door. En inderdaad is het live soepje maken, maar ook genieten van gesprekken, van dans, van Lucas en Jennifer als fantastisch duo, toch? Yes, ik kijk er naar uit. Ik ga nu al gaan slapen, zodat ik er fris en fruit eruit zie. En het een klein beetje kan naast jou eervol mag staan. Precies, precies. Get your beauty sleep on. Ik zie je volgende week. Dankjewel, Lucas de man. Gotcha. Ja, dit fijne wordt show. Heel, heel tof. Het is echt super dope. Lucas die zei het al, bijvoorbeeld Yvette van Boven en Judith Seiders, die maken de soep. Dat gaan ze hier live in de studio doen. Maar we hebben, volgens mij komt Ellen ten Damme komt langs. Jerry Afrier, Sophie Straat. Superleuk. Henry Rodriguez, burgemeester. De oude en de nieuwe komen langs. De kinderburgemeester Dominique die komt ook. Super tof, dat is echt fantastisch. Ik ben altijd helemaal fan om hem te ontmoeten. Dus ik stel voor dat jullie die datum alvast even in jouw nog agenda noteren. Da-da-da, of schrijf het op, misschien schrijf je nog op. Maar 5 mei vanaf 5 uur, tune dan bij ons in. Of je doet het via AT5 of je doet het gewoon via Pakhuis de Zwijger. Welke kanalen je dan ook kiest die er zijn, zorg dat je intuned. Want we hebben genoeg voor jullie om van te genieten. Maar nu ga ik eerst terug naar mijn tafel, want ik heb fantastische fotografen hier die verhalen binnenhalen, vertellen. En jij kan ze nu naar huis toe halen en ik ga jullie laten weten hoe. Yes, en dan heb ik aan tafel The Amazing. Mensen die snappen dat je verhalen vast moet leggen. Dat je verhalen op verschillende manieren vast kan leggen. En dat er mensen zijn die je gewoon aan moet spreken. En daar krijg je dan iets uit. En zij zijn zo slim genoeg om het te bundelen, om het in boeken te zetten. En wij zijn slim genoeg om ze hier naartoe te halen en jullie te vertellen wie dat zijn, wat er gebeurt. En misschien heb je me dan volgende keer bij je. Want ik heb aan tafel Deborah Barrault. Barrault, ja, zie je? I did it. Barrault en Monique Bellier. Dat was goed. Toch? Ja. Hoi, wat fijn dat jullie erbij zijn. Dankjewel. Ja, super nice. Ik heb er zin in. Ik word helemaal enthousiast. Ik ga bij jou beginnen, Deborah. Ja. Want jij bent the force behind Humans of Amsterdam. Ja, wauw. Wat een aankondiging. Ja, dat is toch tof. Oh, wacht. Ik zet heel even de reclamebordjes van Lucas weg. Maar nee, dat is tof. Humans of Amsterdam is super nice. Je hoort dat, je ziet dat. En dat is volgens mij geboren nadat er Humans of New York en Tel Aviv. Ja, klopt. En toen dacht je, ja, tuurlijk, Amsterdam mag niet ontbreken. Zeker niet. Nee. Vertel, klopt. Neem ons mee. Ja, nou, ik doe het eigenlijk al 8 jaar. Dus ik loop regelmatig op straat in Amsterdam met mijn camera. En ik spreek heel random mensen aan. En daar probeer ik dan een gesprek mee aan te gaan. Mm-hmm. En die fotografeer ik. Maar eigenlijk belangrijker, leg ik hun verhaal vast. En daar is onder andere een boek uitgekomen. Maar ik zeg altijd, ja, het boek is eigenlijk een bijproduct van de social media die ik dan run, ja, als het ware. Het is echt wel een social media project. En daar komt wekelijks komen daar nieuwe verhalen op. En een aantal jaar geleden heb ik een mooi boek mogen uitbrengen. Maar daar ontstaan eigenlijk steeds weer nieuwe series uit. Want dat boek, ik bedoel van die 8 jaar, die kan je niet in een boek zetten. Nee, dat klopt. Dat klopt. Dit boek heeft ongeveer 450 verhalen. Wow. Maar ik denk dat ik nu ongeveer rond de 2000 verhalen heb gemaakt. Maar ik zou het niet precies weten, dus pin me er niet vast. Nee. Het kan meer zijn. Ja, en eigenlijk, ik ben eigenlijk altijd in Amsterdam en dan loop ik op straat en dan spreek ik mensen aan en die fotografeer ik. En ik probeer 1 keer per jaar een aparte serie te maken. En afgelopen jaar ben ik dan naar Bosnië gegaan om daar een serie te maken over de overlevenden van de Srebrenica-genocide. Mm-hmm. Dat was ook een super bijzonder project. En eigenlijk doe ik precies hetzelfde als wat ik in Amsterdam doe, alleen dan ergens daar. Anders, ja, daar. En maar hoe ga je daarmee te werk? Heb je bijvoorbeeld maar 1 dag per week dat je hiermee aan de slag, dat je zegt, oké, ik pak mijn camera, ik ga dan? Of
elke dag heb je een bij je en wie je tegenkomt. Nee, ik kies wel echt momenten, want het is, ik ga er helemaal in, zeg maar. Mijn focus is helemaal in om mensen te ontmoeten en ook echt verhalen te vinden. Mm-hmm. Ik denk als ik altijd mijn camera bij me zou hebben, dat ik nooit meer rust zou hebben. Dus ik kies wel echt mijn dagen. Dat probeer ik één keer in de week te doen. Dus één keer in de week ben ik gewoon echt op straat. En dan kies ik elke keer probeer ik een andere buurt uit te kiezen. En dan ben ik daar. En ik zag net inderdaad over het skatepark. Dat zijn fantastische plekken ook voor mij. Dat is wat te graag. Dat dacht ik ook. Ja, want de parken en skateparken, dat soort plekken zijn heel fijn. Want daar zitten mensen ook even alleen. En die zitten even aan het nadenken. En dan dat zijn precies de mensen waar ik altijd naar op zoek ben. Dus. En hoe gaat dat dan een beetje? Is het iets wat iemand doet dat opvalt? Dat je zegt, daar zit een verhaal in? Of denk je gewoon random, dit en... Jij, en dan ga je daarheen? Hoe selecteer je? Nou, ik ben er altijd wel van overtuigd dat iedereen een verhaal heeft. Mm-hmm. Wij lopen allemaal met bagage rond. Positief, negatief. Dus ik geloof er niet zo erg in dat de een wel een verhaal heeft en de ander niet. Mm-hmm. Sommige mensen zeggen dat ook wel, zeg maar ik heb helemaal geen verhaal. En dan een aantal vragen later dan merk ik van dat is helemaal niet zo. Maar het is wel vrij random. Dus het is gewoon heel erg. Het is eigenlijk altijd als ik zie dat iemand even een momentje voor zichzelf heeft of even alleen zit. Dan ga ik meestal wel op ze af. Maar het is, ik zou denk ik iedereen kunnen interviewen. Het is niet zo dat ik bij iedereen een verhaal zou kunnen vinden. Omdat dat ligt ook natuurlijk ook aan de interviewer soms. Maar ik geloof er wel in dat iedereen een verhaal heeft. Zeker. Ja, nice man. En heb je voor jezelf uit al die duizenden verhalen, wel iets wat nu dan te binnen schiet. Ik zeg, oh, maar dat is zo'n mooi verhaaltje of zo'n mooie human die was tegengekomen. Ik heb toevallig gisteren dezelfde vraag gehad. Een hele moeilijke vraag, maar ik zat er net over aan het nadenken. Maar ik wil een heel bijzonder verhaal wat ik een aantal jaar geleden tegenkwam, was op de Albert Kuipmarkt. En dat was een vrouw en dat interview dat liep gewoon een beetje. En toen op een gegeven moment vertelde ze dat ze... ik hoop dat ik het goed vertel, maar dat ze de verkrachter van haar dochter had vermoord. En toen was ik wel heel erg van, wow, weet je, van dat was wel echt, als ik het heb over verhalen waarvan je dan denkt van, is dit echt? Dat was ook echt, maar dan heeft ze helemaal verteld hoe dat is gegaan. Daar heeft ze ook volgens mij voor vastgezeten. Maar dat zijn natuurlijk wel van die verhalen dat je denkt van, wow. Jij komt verhalen tegen. Ja, heel veel verschillende verhalen, ja. Ja. Maar ja, dat weet je niet inderdaad tot je iemand aanspreekt. Ja. En dan hoor je hoe of wat. Ja. Oké, mensen zijn natuurlijk ook heel benieuwd waar we je boek kunnen krijgen, onder andere. Ja, nou, mijn boek is gewoon vanaf nu alleen te kopen op mijn eigen website. Mm-hmm. Dat is www.humansofamsterdam.nl. Dus ik heb gewoon een eigen webshop. Ik ben nu independent, zoals dat heet. Yes, thank you. Precies, dus ik doe het gewoon zelf. Dus daar. Maar volg het vooral ook op sociale media, want daar gebeurt natuurlijk van alles. En er is ook een hele gemeenschap daar die het volgt. Het is ongeveer 500.000 volgers nu. Mm-hmm. Dus die community is ook heel belangrijk voor mij, want die lezen al die verhalen en die reageren ook weer op al dit soort verhalen. Ja. Dat is een heel vriendelijke geweldig community, zo noem ik het altijd. Amazing. En je vertelde net al een beetje inderdaad dat je af en toe projecten eruit haalt, of dan ga je ergens anders naartoe. Ben je nu met iets bezig of heb je nog gezegd... Nou, het laatste project, daar zijn we nu nog heel veel aandacht aan het schenken. En dat gebeurt nog. De overlevenden van de Srebrenica-genocide... daar hebben we gelukkig ook een aantal exposities mee kunnen doen. Eén in Sarajevo en één in Stockholm. Mm-hmm. Dus dat was gewoon heel centraal. Hopelijk komt dat ook nog naar Amsterdam. Want dat vind ik wel een hele mooie connectie. Ik heb wel in mijn hoofd... Ik ben altijd bezig met ideeën. En er zijn heel veel series die ik nog zou willen maken. Maar er is op dit moment nog niks concreets waar ik aan het werk mee ben. Dus maar we houden het in de gaten. Sowieso wel. Op zeker de socials in de gaten houden. Die Instagram moet je sowieso volgen. Hartstikke makkelijk. Humans of Amsterdam. En dan vind je ook meteen een linkje door naar het boek. En hoe vet zou het zijn dat je zelf opeens... Nu hebben ze je gezien dat ze denken, oh, dit is haar. Laat me interessant doen. precies, ja. You never know. Ik ga even snel naar de overkant. Want Monique, jij vertelt ook verhalen. En het grappige is, of het mooie vind ik... Jij hebt jarenlang verhalen verteld met je lichaam. Door zeker dans. Ja. Anderen dat doorgegeven. Ja. En toen dacht je, ik ga die camera erbij pakken. Ja, nou goed, er ging wel wat dan vooraf natuurlijk. Ja, uiteraard. Ik heb ongeveer 20 jaar les gegeven in dans. 17 jaar een eigen school gehad. En toen raakte ik burn-out. Best wel ernstig. En dus
na een half jaar of zo had ik zoiets van, ja, wat nu? Dan kwam een beetje op zo'n soort van keerpunt. Mm-hmm. Van, ga ik weer verder of niet? En toen ben ik een korte cursus gaan doen aan de Fotoacademie in Amsterdam. En ja, toen was ik eigenlijk wel verkocht. Ja, was het meteen zo, oké, maar ja. Eigenlijk is dit nu ja. Mijn kanaal. Ja, toen heb ik nog een paar maanden, zeg maar, ben ik een beetje zo van, ja, ga ik wel, ga ik niet? En uiteindelijk ben ik toen gestopt met de school en ja, ben ik fulltime weer gaan studeren. Ja. Ik zit nu in het derde jaar. Je zit in het derde jaar van ja. De Fotoacademie. Ja. Omgegooid. Oh, nice. En je bent hier, want je hebt bij je magazine Small Town Boy. Ja. Kan je ons daar meer over vertellen? Zeker, zeker. Ik ben zelf opgegroeid in een witte gemeente. Daar woon ik nog steeds. En voor een project via de Fotoacademie had ik zoiets van, ja, ik wil daar wel iets mee. Mm-hmm. Het is natuurlijk nu heel erg, gaat het over de Black Lives Matter en de Zwarte Pieten discussie. En toen dacht ik van, ja, hoe zou het nou zijn als je opgroeit in een wit dorp met een andere kleur dan die ik heb? Ja, ja, en ja. Terwijl ik eigenlijk een hele grote vriendengroep had vroeger met veel nationaliteit. En toen kwam dat eigenlijk nooit ter sprake. Nee. Dus ik was daar eigenlijk heel nieuwsgierig naar. Van, hey, hoe was ja, het eigenlijk? Of dat dan zo anders is. Ja, zeker als je het bekijkt ten opzichte van een stad. Mm-hmm. Waar het natuurlijk veel normaler is dat je met meerdere mensen van kleur in een klas zit. En dat is natuurlijk in een dorp is dat veel minder. Dan ben je vaak de enige. Dus ja, dus het is een beetje uit nieuwsgierigheid naar de ervaringen. Is het ben je even teruggedoken? Ja. En ja. Dus heb jij gewoon oude vrienden waar je nu nog contact mee had? Of misschien, hè, lang leven de socials, kan je iedereen best wel makkelijk volgens mij vinden. Ja. En heb je toen gewoon gezegd, hey, maar dit is een project waar ik aan wil merken, doe je mee? Ja, zo is het een beetje gegaan. Ja, ik heb niet alleen mijn eigen vrienden, want dat was best wel een hele hechte vriendengroep. Mm-hmm. Dus ik dacht, dan wordt het misschien te eenzijdig. Ja, nee, we dus hadden lol. Ja, precies. Ja. Dus ik heb ook gekeken naar daarbuiten. Mensen die ik wel kende vanuit de buurt. En mensen van nu of die ik heb lesgegeven. Die nu nog die veel jonger zijn. Dus het is echt best wel breed getrokken. Mm-hmm. Dus het zijn echt wel allemaal hele verschillende mensen uiteindelijk geworden. En die heb je vastgelegd. Foto, maar ook een stukje interview erbij gedaan. Ja, ik heb ze geportretteerd. En tijdens die sessie heb ik ze geïnterviewd. Heb ik hun verhaal laten vertellen en vragen gesteld. Ja. En wat is voor jou vooral een beetje... Jij hoort ook heel veel verhalen. Wat is vooral blijven kleven? Of dat je denkt, oh, weet je, misschien wel vanuit je eigen dichtbij vriendenkring... dat je denkt, oh, zag jij dat zo? Beleefde jij dat zo? Of wat leuk, wat niet leuk? Ja, eigenlijk vooral wat... dat het, zeg maar, als je zelf dus jong bent en je zit daar middenin, dat het niet zo opvalt. Mm-hmm. Maar dat er eigenlijk zoveel dingen zijn, achteraf dan, die je niet hebt als wit persoon, niet meekrijgt of niet meemaakt. Want het gaat vaak heel ook onderhuids. En het zit vaak ook in kleine dingen die misschien niet opvallen of ja, waar je niet aan denkt. Dus dat is me vooral uit de verhalen is dat wel echt naar voren gekomen. Heb ik een vraag voor jullie beiden. Wat hoop je vooral dat je werk, wat jullie delen met ons, dat teweeg brengt bij mensen? Of dat teweeg brengt bij het publiek? Nou, ik hoop dat door het, zeg maar, dit soort verhalen meer een gezicht te geven en het persoonlijker te maken, dat er meer begrip komt. Dus dat mensen het gaan lezen en in plaats van dat we tegenover elkaar staan, hè, zeker bij ons in het dorp is nog, ja, Zwarte Piet is er gewoon nog. Mm-hmm. Ja, daar moeten we natuurlijk van af. En ik hoop dat dit invloed heeft. Dat mensen de verhalen lezen en de gezichten daarbij zien. Dat het heel persoonlijk is. En dat ze daardoor misschien meer bereid zijn om in gesprek te gaan erover. Ja. Dus dat is wel een beetje het doel. Hun wereld verbreden. Ja, en dat het op scholen misschien als lesmateriaal wordt gebruikt. En gewoon meer bewustzijn. Meer bewustzijn? Ja. Humans of Amsterdam. Ja, ik denk begrip. En weet je, mensen zijn allemaal anders. En dat is oké. En ik denk begrip. Soms kun je juist met iemands verhaal identificeren. Maar soms heb je ook gewoon empathie voor iemand. Mm-hmm. En ik denk dat empathie een heel belangrijk iets is wat je nodig hebt in de maatschappij. Waar je nooit hard genoeg voor kan blijven strijden. Om empathisch te blijven naar elkaar. Dus absoluut. Bruggen blijven bouwen en empathie. Dank je wel. Ontzettend bedankt dat jullie vandaag hier zijn gekomen. Even licht hebben geschenen op
deze verhalen, die zijn er, die worden voor jullie gebundeld, voor ons allemaal. Dus laten we erin duiken en nou ja, we weten inderdaad die empathie nog meer aanzetten, openzetten en je wereld verbreden, Amsterdam. Absoluut. Toch? Zeker. Goed. Dankjewel. En dan ga ik heel gauw naar de Zoom, want daar heb ik een andere Monique zitten. Monique Drent. En die is oprichter van The Swap Shop. Let's go. Monique Drent, die heeft in de Haarlemmerstraat The Swap Shop. Hallo. Hoi, hoi. Goedenavond. Hoe is die? Fijn dat ik er mag zijn. Gaat goed. Ja, ik vond het heel leuk om naar alle verhalen voor mij te luisteren. Dus ik ben helemaal... Nice, hè? Blij. Ja, heel nice. Maar jij hebt een swap shop en dat betekent dat jij vast ook genoeg verhalen langs ziet komen, aantrekt, uittrekt, I don't know. Maar vertel ons even, wat is de swap shop? Ja, leuk. De swap shop is eigenlijk een kledingwinkel waar je kleding ruilt in plaats van koopt. Mm-hmm. Dus mensen die kleding, of eigenlijk hebben we dat allemaal wel. We hebben kleding in onze kledingkast waarbij we bij aankopen dachten, nou, dat staat fantastisch. Dan trek je het thuis aan voor de spiegel en dan denk je toch, ja, is dat toch niet zo fantastisch. Of je komt wat aan, of je valt wat af en ja, en dan past kleding gewoon niet meer bij je. Nou, die kleding die, ja, we hebben altijd een oproep van, hey, kom dus met dat soort kleding langs bij ons in een swapshop. En dan kan je dat inleveren, daar krijg je punten voor. En met die punten en nog een aanvullend bedrag aan servicekosten kan je in de winkel weer heel betaalbaar op een duurzame manier nieuwe kleding consumeren. Dus het is niet per se dat ik zeg, oké, mijn oude truitje die er nog fijn uitziet, maar ik draag hem niet meer. Kom ik mee, zeg ik, wil ik niet meer en dan neem ik een ander truitje mee. Nou, dat kan wel, want je kan natuurlijk met die punten kan je weer een ander truitje meenemen. Maar je kan ook een broek meenemen of schoenen. Het is aan jou. Heeft elk kledingstuk dan, weet je, is een broek meer punten waard dan een trui? Of ligt het aan de staat van je kleding? Het is aan beide. We hebben een aantal categorieën. Bijvoorbeeld broek, trui, jurk, t-shirt, noem het maar op. Ja. En nou, die hebben allemaal eigenlijk een vaste baseline. En een baseline betekent als je een product hebt wat goed is, maar niet heel bijzonder. Dan geven we daar een minimum aantal punten voor. Mm-hmm. Een aantal swaps. Mocht je nou bijvoorbeeld een vintage item hebben, of een designer item, of een duurzaam item, of een item gemaakt van natuurlijk materiaal, of van hoge kwaliteit, of we vinden het stijl gewoon heel vet, of het prijskaartje zit er nog aan, dan zijn dat eigenlijk allemaal redenen om dus een categorie omhoog te gaan. En zo bepalen we de waarde van je kledingstuk. Ah, en waarom de swap shop? Waarom dacht je, dit moet er komen? Ja, ja, goede vraag. Ik ben in 2012 een half jaar gaan reizen. Toen heb ik eigenlijk een half jaar uit een koffer van 10 kilo geleefd. Of een tas van 10 kilo. Mm-hmm. En dat ging prima. En toen kwam ik na dat half jaar weer terug voor mijn kledingkast. En toen had ik daar allemaal een overload aan kleding en schattige jurkjes die ik wel kocht, maar toch nooit aantrek. Omdat zo'n spijkerbroek iets comfortabeler is. Die zag ik en toen dacht ik, ja, you better gonna wear them. Voordat je weer een nieuwe spijkerbroek koopt. En dat ben ik gaan doen. Nou, dat heb ik ongeveer 3 jaar volgehouden. Toen had mijn omgeving altijd een beetje medelijden met me. Omdat ze dachten, van, oh, dat arme kind, ik geef het wel een trui, want ze is zo streng voor zichzelf. En toen zag ik eigenlijk hoeveel kleding mensen over hadden. En hoeveel toffe items ik dus gewoon kreeg van mensen. Nou, toen vanuit dat idee ben ik gaan ruilen. Eerst met mijn huisgenootje, vriendinnen. En dat is, was eerst thuis, nou, toen naar het park, toen overdag in een club. Dat werd steeds groter tot we in Blue City, dat is een duurzame hub in Rotterdam, heb ik hier een swap met onder andere Groene Morgen ook, met 150 of 200 mensen. Wow. En ja, dat was heel vet en toen ging het heel snel. Toen hebben we in 2019 hebben we een pilot swapshop geopend en dat was heel, heel positief ontvangen. Heel chaotisch, maar heel leuk ook. En ja, en toen dachten we, dit moeten we gaan doen. En ons doel is eigenlijk om de overconsumptie van fashion te verminderen en dus ook de verspilling en de vervuiling door de levensduur van kleding te verlengen. Nice, dat is een gruwelijk doel. Want inderdaad, als je niet oppast, denk je, oh ja, weet je, dit past me niet meer. Ik hou gewoon snel wat anders. Ik vind dit mooi. Maar sommige dingen, nou ja, weet je, als het achter in de klas ligt en je haalt hem even weer leeg, dan besef je, oh ja, dit heb ik ook nog. En in de end draag je hem toch niet. Hè, Jen? Maar... en Monique. Ja, maar dat is een heel mooi doel. Maar
Gaat het echt alleen om kledingstuk of schoenen? Kan ik ook met schoenen komen of is dat een ander verhaal? Nee, je kan het is kleding, schoenen, accessoires, riemen, tassen, sieraden is ook welkom. Het is eigenlijk alles wat je aan kan trekken. Mm-hmm. Je lijf kan hangen of plakken of ritsen, dat kan je inleveren. Het enige wat we niet aannemen zijn onderbroeken. Nee, ja, fris genoeg. Ja, maar wat ik bijvoorbeeld wel aanneem zijn bodies. Dat is ook een soort van underwear, maar ik merk gewoon dat gaat weg. Mm-hmm. Ja, en dan waarom niet aanbieden? Als mensen daar dus behoefte aan hebben om dat tweedehands te kopen. Ja. All right. Oké, waar de kijkers die zijn getriggerd en die willen even goed lezen wat de kleine lettertjes zijn, wat er wel mag, wat er niet mag. Waar kunnen we al deze informatie vinden? Ja, deze informatie is te vinden op www.theswapshop.com. Theswapshop.com, daar vinden we alle informatie over wat wel kan, wat niet kan, wat er waar het is natuurlijk. En, want ben jij gewoon elke dag open, de Swapshop? Ja, wij zijn van woensdag tot en met zondag geopend op alle drie onze locaties. Woensdag tot en met zondag, drie locaties, alle drie in Amsterdam? Nee, dat niet. Oh. De Amsterdamse is op de Haarlemmerdijk 89. Kijk, zie je, ik wil zelf eens doen, maar er zijn drie verschillende locaties. Vind jouw locatie, vind de informatie en check gewoon. Weet je draagt het niet meer. Niet vasthouden, ook niet voor dat nichtje, neefje of dem. Nee, gewoon gaan swappen. Haal iets anders leuks voor jezelf en maak iemand anders blij, toch? Ja, absoluut. Goed idee. Ontzettend bedankt, Monique. En misschien kom ik gauw even langs bij de Swapshop. Want ik heb nog genoeg dingen liggen die ik bewaar voor ooit wanneer ik het weer ga dragen. Snack on happen. Kom maar. Ik denk dat wij er heel blij mee gaan zijn. Is goed. Dankjewel. Doei. Die Swapshop. En van de Swapshop ga ik nog een keertje terug naar mijn tafel hier. Want ik heb een fantastische gast waarvan ik altijd blij ben dat zij hier bij me is. The one and only. Ta-na-ta-na-ta-na. Priscilla Vaudel. Let's go. Ik heb aan tafel zitten deze fantastische theatermaker en oprichter van Lost Project, Priscilla Vaudel. How you doing? I'm doing fine. Yes. Super fine en super busy, want je bent alweer bezig. Je bent altijd bezig. Ja. Hele mooie projecten. Ja. En nu ga je ons een musical brengen, genaamd De Bims, of Bims. Ja, Bims. We zitten nog te twijfelen. Welkom in de Bims, zodat mensen die niet uit de Bims komen ook snappen dat het om een plek gaat. Ah. Dus maar Bims is uit... Ja, Bims gaan we even vertrekken. Ja. Oké, Bims. Maar voordat we naar Bims. Want je maakt Bims vanuit Lost Project. Ja. Voor zij die nog niet weten of wel hebben gehoord, maar een opfriscursus nodig hebben. Wat is Lost Project? Lost Project is een makerscollectief. Er zitten verschillende jonge makers aan verbonden. En eigenlijk met elkaar onder de leiding van mij of onder de regie van mij creëren we verhalen die theater worden of shows worden. Ik durf het bijna niet meer theater alleen te noemen, omdat het zoveel meer is. Maar we brengen verhalen die gewoon nog niet verteld zijn. En we zijn op zoek naar hoe we onszelf en onze verhalen en onze community eigenlijk op dat grote podium kunnen krijgen. Nice. Ja. And you do it so well. En je werkt so altijd much. Met hele toffe... Je werkt met makers eigenlijk, ja, want gaan we zo meteen ook zien, want we krijgen een kleine preview. Ja. Maar bijvoorbeeld de makers die wij zo meteen gaan zien, zijn niet alleen dat je zegt, oh, dit zijn acteurs die komen. Nee. Zij doen zelf al zoveel mooie dingen. Ja. Het zij muziek maken, het zij mensen met elkaar verbinden. Ja, klopt. En dan gooi je er nog extra Lost Project saus over en dan zitten we in Bims Part 1. Het is eigenlijk ook dat juist die samenwerkingen voor mij heel erg belangrijk zijn. Mm-hmm. Ik heb altijd gedacht van wat als je al die krachten bundelt, wat gebeurt er dan? Mm-hmm. En eigenlijk door inderdaad die makers die zich aangesproken voelen door dat wat we willen gaan vertellen te verbinden met elkaar, creëer je gewoon zoveel meer dan je alleen kan creëren. Oh, absoluut. Ja, man. En in deze samenwerking werk je ook samen met Glenn Faria, Alvin Lewis. Ja. Wat kunnen we verwachten van Part 1? Sowieso heel veel muziek. Lekker cheesy, zeg ik even. Maar cheesy in the good way. Weet je, gewoon lekker echt mooie liederen. Het nummer, straks gaan jullie ook een nummer horen... dat ook geschreven is door Glenn Faria... gecomponeerd is door Alvin Lewis. Mm-hmm. Maar ook gewoon echt de verhalen van
die, in ieder geval een gedeelte van, een klein gedeelte trouwens, van het verhaal van de BIMS. En dan beginnen we voor part one, want er komen 3 parts. En dan hoop ik een grote musical te kunnen maken. Maar, of ik mag geen hopen tegenwoordig meer zeggen. Het vriendin zei nee. Je gaat dat het gewoon gaat, doen. Mag ik het zeggen? Ja, precies. Het komt er sowieso. Het komt er sowieso. Mm-hmm. We maken eigenlijk voor nu op dit moment BIMS Part 1. Vertrekken we vanuit de Surinamers die ooit de groep de flat Gliphoeven hadden gekraakt. Ja. En eigenlijk doordat zij die plek hadden gekraakt, ontstond er een Surinaamse community in de BIMS. Mm-hmm. Want voorheen was het eigenlijk alleen maar voor de witte middenklassers bedoeld. Maar die wilden daar niet wonen, want het was te ver. Er was geen metrostation. Ja, het was dus, not up to their standards. Nee, zeker niet. Dus het bleef eigenlijk leeg staan. Vrijwel zijn wel ook wel eerste bewoners geweest, maar vrijwel leeg. Mm-hmm. En met de Gliphoeven kwamen de Surinamers. En part one gaat over de kleinkinderen van de mensen die Gliphoeven hebben gekraakt. Nice. Ja. En volgens mij hebben we een video. Kan ik kloppen dat we een video hebben? Oh, dit is de kick-off. De kick-off? Ja, we hadden een kick-off. En dan kan je eigenlijk gewoon die krachten die we bundelen, ja, die zie je heel mooi in dit filmpje terug. Oké, okay, let's go. Check it out. Goeiedag, dan maar meer. Dank u voor wat u mij heeft geleerd. Ik ben een tijdje niet als de rest. Dan is dit absoluut wel waar ik nu sneller van doe. Een voorstelling over de BIMS. Dit is waar ik geboren ben. Dit is waar ik ben opgegroeid. Dit is waar ik op school zat. Dit is waar ik mijn vrienden van ken. Unbelievable, man. Heb je als broer? Ik begin het kaartje ook in mijn zak te zetten. Maar what are we talking about, dan? Skill. Fuck niet. Het is als thuiskomen. Dat als ik mijn straat binnenkom, ik me niet voel als een vreemde. Maar dat ik thuis kom. BIMS, Milobi. BIMS, ja, Milobi. Ik ook. Ja. Hoe fijn is dit? Dit is zo fijn. Ik zeg je heel eerlijk, dit proces voelt ook gewoon echt heel fijn. Het voelt alsof door corona en het stilstaan, nou, dat hebben we allemaal wel meegemaakt. Je moet gewoon weer even opnieuw denken. En voor mij is BIMS, voor mijn vakmanschap, is het weer gewoon heel even back to basic. Kijken waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Kijken met wie ik dat wil doen. Banden met elkaar. Elkaar daarin meenemen. En het verhaal van de BIMS part 1 gaat over de gentrification. Dat vergat ik te zeggen. Thema, overkoepelend thema is echt gentrification. Namelijk, ik probeer met dit iets te archiveren waarvan ik weet dat het over een paar jaren er gewoon weg niet meer is. Omdat niet alle bewoners gaan zo goed hun financiële situatie omhoog kunnen krikken om een huis daar te kopen. Yes. Dus mijn buurt gaat veranderen, mm-hmm, na 28 jaar, of 38. Mikado, ik dacht dat ik 28 was. 38 jaar. Na 38 jaar gaat het echt veranderen. En ik hoop daarmee een stukje voor onszelf te archiveren en wij naar kunnen kijken en zeggen van, hey, we zijn eigenlijk echt een dope wijk. Mm-hmm. En we zijn ook gewoon BIMS inside. And whatever, where we go, we're gonna take it with us. Absoluut. Ja, man. Thank you. En we hebben 2 fantastische grootheden die onderdeel zijn van BIMS Part 1 en ook onderdeel zijn van Last Project. Fantastische, nou ja, ik zei het eerder al, makers, verbinders. I absolutely adore them. Dus ik ben heel blij dat ze hier bij ons in de studio zijn. Ze gaan ons een snippet geven. Ze gaan een nummer voor ons doen. Ja, klopt. Toch? Ja, ze gaan een nummer doen uit de voorstelling. En dit is een liefdesrelatie hebben zij. De ene woont op het ene balkonnetje, de andere op het andere balkonnetje. En dan in de avond, het is avondklok, maar dan snikken ze even naar elkaar. En trouwens, BIMS Part 1 is een samenwerking met Frascati en met Hype Production. En dat is een muziekbedrijf, moest ik nog even zeggen. En dit nummer hebben ze gemaakt. Jiva Sparkle en Ryan Pinas. Check it out. Ryan. Ja? Praat de Surinaams om me? Wat? Pak even dan. Oké. I'm Sabino. Fakka met die no. Zo praat je geen Surinaams. I'm Sabino. Ryan. Oké. Okay. Zeg,
Ik eet laat in het Surinaams. Ai, look no. Monyang, dat is sowieso ik eet in het Surinaams. Shit, hoe zeg je laat in het Surinaams? Laat, laat die. Hey, ik denk dat ik dom ben, hè? Maar hey, zeg jij het dan? Monyang? Nee. Ik mag alleen Nederlands praten van mijn moeder. Ai, Miss Sabino. Ach, je bent hinderlijk. Zeg het nog één keer. Ai, mi tagi talk. You know me Engel en me lobby you. Oké, hoe heb je dat geleerd? Kill. Ga je ook nog zeggen dat je van mij houdt of is dit alleen maar om mij uit te lachen? Ik lach je niet uit, ik lach je toe. Maar misschien moet je het bij het Smibanees houden. Smibanees, De taal van de Belmer. Mm-hmm. De taal van de liefde. Mm-hmm. Ik loef jou. Oké, Jai maar weer. Je loeft me niet, Kill? Bepeetjepen. No. Zo zijn we niet getrouwd, Jiva Sparkle. Gim wan kleine kusje, no? Hé, hey, mijn ouders zouden je echt op Bali geven over hoe je hun taal bespot. Dat is me dat mooi moeten leren. En tenslotte, ze zouden me toch raar aankijken als ik op school zou zeggen... Hé, hey, Alassani Boombas. Snap je? Maar Jiva, even Yusuf. Even serieus. Hou je van me? Ik hou van je. You lobby me? Ik hou van hoe je me vasthoudt. Afas van je. Hoor je me? Ik hou van hoe je naar me luistert. Afas van je. Archimie? Ik hou van hoe we praten. Afas van we takkie? Wetaki. Oké. Ik lees kinderboeken, ja. Wetaki. Van waar komt die muziek? Pak uit de zwijgen. Mikado, luxe. Ik weet dat je het meent. Mikado, musical? Maar twijfel brengt onzekerheid. Zing voor me. We draaien eromheen. En soms raak ik je even kwijt. Maar dan vast van je hoor in me. Je hoor in me, yeah. Afasi van je taki. Afasi van je arkimi. I make me sound like you loving me, you loving me, yeah. Jeez. I fancy with a key, make me conceive you save me, and that na lobby full true. Ik kijk de gaan dan, Jiva van de flat. 180.000 keer heeft ze me op mijn plek gezet. 180.012, ja, ik heb goed erop gelet. En ik pik het bijna nooit, maar als zij die dingen zegt, is het net alsof ik sterker word door middel van een stem. En niet iedereen mag judgen, maar zij ziet wie ik ben. En hopelijk beleven we voor eeuwig dit moment. Hier raak ik never aan gewend. Maar afas van je hoor in me, je hoor in me, yeah. Afas je van je taki. Afas je van je arkimi. I make me sup that you love me, you love me, yeah. Afas je van je taki. Make me conceive for you save me. And that na love for true. Dus doe maar net of je cool bent en echt niet zoveel van me houdt. Mi goodo, ik weet het toch al lang. Afas van je hoor in me, je hoor in me, yeah. Jullie mogen losgaan, hè? Afas van je taki. Ook thuis. Afas van je arkimi. I make me so that you love me, you love me, yeah. Afas van je taki. Make me conceive you sabi me, and that na love be for true. Me love, me love, me love, me love you. Zout, papa. Hey. Pakkaas de Zwijger, dank jullie wel dat wij hier mochten komen. Dank jullie wel. En kom alsjeblieft kijken, Bims Part 1. Het wordt tof.
Mijn naam is Ryan Pinas. Dat zal het altijd zijn en ook altijd blijven. Ik was Jiva Sparkle. Wij waren van Lost Project. Dankjewel Priscilla. Dankjewel Jennifer Munslag. You know it. Get it! Applaus! Sparkle en Ryan Pinas, gewoon even kort zo, alsof het niet is, helemaal in die pas van je horen. Heerlijk, I love it, I love it, I love it. En ook een hele dikke vette shout-out, hij staat hier backstage, Erwin, super thanks dat je er ook bij bent. Net toen de beeld kwam, was hij als eerste in beeld, ook een fantastische maker en beautiful human being. Priscilla, ontzettend bedankt dat je deze krachten bij elkaar brengt, bundelt en ons een part 1, 2 en 3 gaat brengen. Waar moeten we in de gaten houden, zodat we weten wanneer we kunnen komen kijken? Ja, want op dit moment, zij hebben een verrassing voor de kijkers, want we mogen niet genoeg mensen in de zaal. Mm-hmm. Maar 2022 toeren we sowieso. Dus kijk op frascati.nl, maar ook op losproject.nl, op onze Insta, losproject Amsterdam. En volg ons gewoon. Dus ja, zeker. Thank you very much. Thank you. Heel veel succes met alles bij elkaar brengen, maken en prachtig en ontzettend bedankt nogmaals. Dat is super lekker. Milo Bing, Milo Bing, Milo Bing. Yes, BIMS part 1 komt eraan, dus hou sowieso Lost Project in de gaten. Maar zoals we eerder al zeiden, er is genoeg om te zien om in Amsterdam al die verhalen, of je ze nou op je skates gaat halen of je ze gaat swappen, zorg dat je ze vindt, in huis haalt, dat je er wat mee doet, die empathie aangaat en dat je volgende week weer kijkt, want dan hebben we weer heel wat fantastisch. Koninklijke Kast, Nieuw West. Een nieuw experiment met basisinkomen. Ik ben er. Jullie hopelijk ook. Ik vond het heel fijn dat jullie er vandaag bij waren. Mijn naam is Jennifer Munslag. Dankjewel. Tot ziens.